Ik heb jou vanavond zien zingen. Volgens mij ging dat goed. Vertel eens, hoe ben je zo gekomen? Vroeger ging ik heel vaak zelf zingen. En toen zeiden mijn ouders, ja, misschien moet je een keertje op zangles gaan. En ja, dat deed ik dus. En toen was ik ongeveer 9 jaar. Dus nu zit ik al best wel lang op zangles en zo. En ja, ik doe best wel vaak dit soort optredens, gewoon kleinere optredens. Omdat ik zingen gewoon heel erg leuk vind en zo. En samenspelen is gewoon leuk. Laying in the silence, waiting for the siren signs. Any signs I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray? Should I pray? To myself, to a God, to a Savior who can. Ik heb gezien dat jij samen gespeeld hebt met Celine. Jullie zijn volgens mij gouden duo. Ja, dat klopt. Ja, we vinden het heel leuk om samen te spelen en zo. Want we zijn ook beste vriendinnen, dus dat is gewoon heel gezellig altijd. En leuk om samen te oefenen en samen dit soort optredens te doen. Doe jij naast vanavond nog andere dingen? Ik begreep dat je ook in een band speelt. Ja, ik speel ook in een band. En met die band, daar treed ik ook best wel vaak mee op. Zou je van zingen je beroep willen maken? Ja, dat zou ik eigenlijk wel heel graag willen doen. Want het is toch wel echt mijn passie. En ja, het zou fijn zijn als ik hier ook gewoon mijn geld mee kan verdienen. En zo, omdat het gewoon heel erg leuk is. Celine, ik heb jou piano zien spelen. Volgens mij ging dat geweldig. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben eigenlijk al vanaf jongs af aan, vanaf mijn 6e, begonnen met piano spelen. En ik ben nu 14. Ik ben 3 jaar geleden hier op Boogie Woogie gekomen. En Fleur en ik kennen elkaar al. En zo heeft ons docent ons bij elkaar gezet en nu zijn we een leuk duo. Ja, jullie zijn een super duo. Kom je uit een muzikale familie? Ja, mijn broer die speelt ook gitaar. Hij zingt en hij speelt piano. En mijn moeder zingt ook. Het zal een vrolijke boel zijn bij jullie thuis. Ja, klopt. Meneer Vilfooyen, een heel bijzondere kerstvoorstelling vanavond. Ja, inderdaad. Inderdaad, ja. Dat was voor ons de eerste keer dat we met onze eigen apparatuur gingen livestreamen. We hebben het 1 keer eerder gedaan met het openbaar D-examen. En toen was de apparatuur gehuurd. Dus vanavond hebben we het een beetje zelf gedaan. En dat was wel wennen. Weinig publiek. Het is toch net even een andere beleving. Ja, dat klopt. Helaas kan het op dit moment niet anders. En daarom zijn we ook blij dat we het kunnen livestreamen. Want dan kan je in ieder geval iets doen. Want als je voor 30 mensen alleen maar het optreden doet, net zoals vanavond, hè, dat is bijna 30 mensen. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan dat we gewend waren. En ik weet wel, een paar jaar geleden hadden we een concert en dan zit de zaal bijna vol. En dat is dan nu een beetje mager, dat klopt. Maar vandaar ook de technische mogelijkheid om het uit te zenden. En gelukkig waren er ook een aantal kijkers. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Gaan we in de toekomst ook digitale muzieklessen krijgen? Nou, dat hebben we eigenlijk al een beetje gedaan natuurlijk door de omstandigheden. Hè, dat er een heleboel docenten die hebben dit jaar online lesgegeven. En je kan inderdaad voorstellen dat je, als je goede kwaliteit video's op kan nemen, dat je die ook zou kunnen aanbieden als muzieklessen. Maar dat zouden we inderdaad nog moeten gaan bekijken. Maar ik denk dat het voornamelijk een diversificatie zal zijn van de producten die we gaan aanbieden. Dus niet meer van hetzelfde, maar meer veranderen, andere dingen. Oké, kunt u een voorbeeld noemen? Nou ja, je kan daar een heleboel zaken bij verzinnen, maar je kan ook kijken naar bijvoorbeeld lezingen die we kunnen gaan op kunstgebied en cultuurgebied, die je hier kan houden, maar die je dan ook weer kan streamen voor andere mensen. Daar kan je eigenlijk op een gegeven moment ook een betaalmodel achterhangen als je dat zou willen, hè, om extra inkomsten te genereren. Dus er zijn legio mogelijkheden en we staan eigenlijk nog maar net aan het begin daarvan, maar we zien daar wel toekomst in.